Welcome to you all. Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn vijfde carrière. Vandaag spelen we uit tegen Heracles voor de competitie. En we gaan winnen. Ja, ik weet zeker, we gaan gewoon winnen. We spelen met Drommel, Maresca, Gomez en De Luc, Nainggolan en Strootman op het middenveld. Rechts Van den Bos, links Meijer, 10 van Aken in de spits, Jurgensen en Werner. Dan gaan we naar Heracles. Camara, keeper die het altijd goed doet tegen mij. Ik weet niet wat dat is. Trosten, Hoogma, Prupper, Gozens, Thomas, Pellepessi, Pruns, Van Michum, Vermeij en Kuwas. Nou, daar is ook niet heel veel veranderd volgens mij in de jaren. Eens kijken of wij ze kunnen verslaan. Gisteren bekerwedstrijd tegen PSV ging net goed. Zeg maar het allerlaatste moment scoren wij de 1-0, waar we al veel kansen gemist hadden. En hier gelijk al een goede kans voor Van den Bos. Die gaat er niet in. Heel jammer. Ja, kom op. Just a quick word on this super scoring season for the visiting team today. Superscoring season. Hebben we gisteren kunnen zien. Misschien gaat het vandaag beter. Nou, dus geef je Lalba op 10 vandaag in dit elftal. Oh, die komt net aan. En Jurgensen, Jezus. Ja, ik wil zeggen wat een good chance het was voor hem. Jeetje. Looking at draw specialists today. Four draws in a row the home team have managed, but really. And here's the shot. Nou, dit wordt niks. Helaas. Allebei spitsen komen in de bal, dat is lekker. Staat er niemand meer voor het doel. Nou, Meijer dan. Jammer. Schot wordt weer geblokt. It will be their throw. Ja, geen goede paas, Werner. Got the tackle in. Nu dan. Goeie bal. Jurgensen, zelf op de paal hoor. Ja. En Van Aken. Ja, hij scoort eens een keer. Was ook niet te missen deze, maar goed. Hij scoort hem wel. In truth, Alan, this is what we expected. Zo zonde, hè? Die bal dan weer op de paal belandt. Maar goed, hij zit er uiteindelijk in. Dat is het belangrijkste. Hopelijk raakt Van Aken nu ook weer een beetje los. Want dat ging ook helemaal nergens over de laatste tijd met die rozen hier. Nou legt hij weer te rollenbollen met een of andere vent. Ik vind het raar. Gets his foot in there. Van Aken nu dan. Goeie bal op Jurgensen schiet hem er dan eens in, jongen. Hij wordt volgens mij ook gewoon flink gehaakt daar. Het kan aan mij liggen, maar... Nainggolan. Van den Bos. Goeie bal Van Aken op 2-0. Ik heb hem ooit superbellig genoemd, hè, toen ik hem net kocht. Ja, dat begint nu alweer te komen, heb ik het idee. Goede actie van Van den Bos. Langs de keeper 2-0. Nou, Sander, toch Van Aken maar weer op 10, hè? Zo blijven we wisselen, jongen. Nou, kom op. Redelijk snel twee goals gemaakt. Even doorzetten nu. Nu zijn ze zwak. Pak ze wanneer ze zwak zijn. Ja, dan moet je niet zo schieten, Werner. Of Mayet. Jongen. Well, they're building steadily here, working away. Here's a chance to attack. Shot on!
Zo, dat scheelde weinig. Dat hij er ook nog niet in ging toen hij naar beneden. Zal net op de lijn geland zijn. Deze was wel achter. Nou, dan komen we een soort van goed weg. Van den Bos dan. Goeie actie, jongen. Schiet hem er maar in dan. Nee, dat doet hij dan weer niet. Goeie slalom, maar. Het slot gaat net naast. Dat is dan weer jammer. Good forward play from them. Comes in with a tackle. Good play, but they've lost the ball now. Op, Werner, pak hem, pak hem, pak hem, jammer. Thomas. Kom op. We like to see this from a referee playing the advantage. It's looking good this move. And that will be a goal kick. Goed bezig. Oh, Maresca. Je hebt de laatste. Uh-oh. Oh, nou, dat gelukkig. Hij ging blijkbaar zelf liggen. Ga nou aan de kant, joh. Ja, vrije bal. Pleur op, man. Moet hij aan de kant gaan? Moet hij er maar niet voor blijven staan, hoor. Krijg ik de bal terug? Dankjewel. Maar die keeper hem niet door laat gaan. Het zou gewoon 2-1 maken. Kom op, Werner. Jij valt nog een beetje tegen vandaag. Mag ik dat zeggen? Tuurlijk mag ik dat zeggen. Het is mijn eigen speler. Kom op. Goeie corner. Of niet. Laat maar aan. Die kunnen we toch niet meer halen. Zo is het 2-0. Gaan we ook lekker verder. Straks wel wisselen. Ja, Van den Bos. Dus je ziet nog niet erg best. Misschien moet ik dat soort duels maar niet aangaan met hem. Lekker bezig. Muldertje trouwens nog geblesseerd, hè. Oh, dit is lekker. Goeie bal van Aken op Werner. Werner, kappen. En schieten. En ja hoor, daar is hij weer. Mijn topscorer in de competitie. Ondanks dat hij in het B11-tal zit. Het is de zesde goal volgens mij. Hoppatee. Vorig jaar topscorer geworden. Toen was hij maar nummer 1 spits natuurlijk. Die tijden zijn veranderd. Dit is net. Ja. Oh, zet hij er echt net nog een voetje tussen? Dan krijgt hij het voor elkaar. To switch on the attacking power in this situation. Ja, jammer. He's got his tackle in, and the ball's gone out now. Probing away, trying to find room for a shot maybe. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Now Strootman. Goed bezig, jongens. Substitution at the home side. Jurgensen dan. Echt zo'n sliding, dat zie je echt al van een half uur van tevoren aankomen. En het zijn altijd overtredingen, ik snap het echt. Oeh, jammer jongen. Excellent control in a tight area. We've reached the hour mark. Half an hour to go. Cool, jongens. Looking for an opening with some good control builder.
Jammer. Volgende keer beter, jongens. Ja, kom op nou. Duarte. Cross coming in now. Ja, hij loopt er nog, dat scheelt. Ik wil eigenlijk een 1-2 aangaan. Ja, mijn Golan. Jezus, die is ook niet vooruit te branden. Kom op, pak die bal. Maar... lukt niet. Een poor tackle, maar het heeft niet any harm en ze hebben nog steeds de bal, despite the challenge on them. The side able to dwell on the ball for very long here. Goed bezig. Jurgensen. Ja, scheids, ik weet niet hoor. Volgens mij wordt hij gewoon echt vol tegen de grond gelopen. Duarte. Dan had hij nog niet echt de intentie om de bal te spelen. Kan aan mij liggen. Trying to get the cross in, well blocked by the defender. Good play, but they've lost the ball now. The opposition can get at them. Het is een goede bal. Ja, dit is een heerlijke bal. Ja, dit is een heerlijke bal. Oh, hier word ik dan weer vrolijk van. 4-0. Goede bal van Meijer. Goed meegenomen door Werner. Met zijn hoofd. En heerlijke volley. Bam. Hij is goed, hè. Hij is goed. Kijk eens even hoe moe iedereen is, jongens. Ja, hierna moeten we tegen Olympiakos voor de Champions League. Dan zijn die spelers weer moe. Dus zullen we voetballen maar lekker verder. Duarte. On the attack here. Ik had eigenlijk gehoopt op wat meer jeugdspelers, maar het valt een beetje tegen. Misschien ook omdat hij een poosje niet gescout heeft. Ik kan er niet door, maar... Sowieso in mijn hele jeugd dingen zat ook niks meer. Zo, wat een aanname. Echt schietbaar, misschien gaat hij er nog wel in ook. Wauw, die aanname, die was echt knap. Die bal die was echt hard. Ah, jammer. Dealt with the problem. De Luc. Ga maar gewoon soloen, jongen. Ja, echt. Loop mijn eigen speler in de weg. Oh, ik had er echt doorheen gekomen. Ik zweer het je. Duarte. Tackle goes in. Nee, helaas. Well, this attack has got a bit of menace to it. It has been... Kom op. Pretty early in this football match, and we've known who's going to win for a long time now. Hou binnen, hou binnen. We hebben nog een corner tegen ook. Laatste minuut. Lekker weg. 3-minute add-on, which is what we're going to get for added time. That's a good challenge. Nou, Werner. Nog een keer. Werner, die gaat gewoon nog, hè. Niks moe. Gewoon naar binnen. Ga je voor je hat-trick, jongen. Zit er zo maar in. Oh, jammer. Dit is voor de keeper. Nou, dit keer was de keeper niet zo best. Niet zo goed als de andere keren in ieder geval. En we hebben lekker 4-0 gewonnen. 2 keer Van Aken, 2 keer Werner. Wie is de man of the match? Het is Van Aken. Nou, Werner ook een 9,5. Beide 9,5. Maar goed, Van Aken had ook nog een assist. Van der Bos een assist. Meijer een assist. Dus, ja, ik vind het wel terecht. Van Aken eindelijk weer eens een keer in vorm. Als hij zo blijft spelen, mag hij toch nog blijven, jongens. Of niet dan?
Oh, morgen weer Champions League. En als ik dan win, ben ik door naar de volgende ronde. Kunnen ook weer gaan trainen. Van den Bos natuurlijk weer. Voorzetten. Voorzetten bedoel ik. Perfect geplaatst. Wauw, heet het zo. En mijn rest kan nog maar even op die. En welke nog meer? Iets met Pasen of zo. Met de perfecte paas. Bam. Nou, gaat toch weer aardig zo. Allemaal weer bijna een puntje erbij. Verder. En eens even kijken. Bedankt coach, graag gedaan jongen. Persconferentie, boeit me ook niet zoveel. Eens kijken, verder. Zal er wel niet veel gaan gebeuren. Nee hoor. We gaan tegen Olympiakos spelen morgen. Ik zeg bedankt voor het kijken voor vandaag. Hopelijk dus weer tot morgen. Later.